Netjes recht in ieder geval, dat is goed. Prima, mooie berg op. Overgang goed gelukt. Niet helemaal recht, maar toch wel zo goed als. Hij corrigeert het netjes, paard. Iets meer recht houden met na X, want voor die tijd was het echt perfect. Na de tijd was het een klein beetje over de rechterschouder, maar 7,5 zou ik toch geven voor dat eerste binnenkomen. Het ziet er best netjes uit. Als je dan recht was geweest, zou je een 8. Een 7,5. Voor een 8 moet het iets meer voorwaarts zijn, moet het wat meer lengte in krijgen in de bovenlijn. Een klein beetje meer, van, toch iets meer ruggebruik. Het is toch iets gespannen zo in de... Maar op zich was dat wel correct, hij was goed regelmatig in die uitgestrekte draaf. Ziet er goed uit. Hij moet iets meer, iets constanter aan de loodlijn blijven, maar verder op zich beneden over de bodem mooi geschaard. 7 voor het eerste appiëment. Deze kant is iets minder, hij verliest een klein beetje de lengtebuiging. Maar nog wel goed vrij hoor, ook een 7. Dat is al geen slecht begin. Een beetje passageachtig daar zo naar H. We proberen te voorkomen. En wat resoluter halt houden. In de proef doe je dat niet natuurlijk. Dat is dat ook niet helemaal recht. 4, 5. Ja, wel het goede aantal passen. En de verzamelde draf moet het toch iets meer door de hals blijven. Door die bovenlijn heen. Het alle bij elkaar is de 5. Hè, want het halt houden zelf is natuurlijk niet mooi. Het halt achterwaarts gaan was, ging op zich goed. 7 weer voor de uitgestrekte draf. Toch iets meer lengtening ook weer in die bovenlijn voor een 8. Maar toch nog wat meer gezet houden in de passage. Het blijft iets te veel voorwaarts. En dan verliest hij een klein beetje takt. 5 voor de passage. Piaf ziet er heel goed uit. Super. Ja, een 8 voor de piaf, netjes. 6,5 voor de overgang in verband met het taktverlies. Passage zelf een 5. Hij verliest echt takt in de passage. Die piaf was perfect in ritme. Maar in de passage laat hij dat wel eventjes. Is hij niet helemaal gelijk. Misschien ben ik wel streng met een 5, maar aan de andere kant gelijk is niet gelijk. Dus mag ook iets meer dalen nog. Klein beetje meer die hals onder controle houden in dit bovenlijn. Dan krijg je net een wat meer schoudervrijheid, denk ik. Zo'n overgang terug is niet zo mooi. Dat zit nou in die verzamelde stap. Dus bij de uitgestrekte stap wel een 7. Voor de verzamelde stap een 6. In verband met het niet zo mooi terugkomen bij je... Iets terughoudend. Hè? Dus wat weinig voorwaarts in de verzamelde stap. Dus dat verlangzaamt eigenlijk iets te veel. Overgang een 6. Hè? Niet mooi door de rug. Niet mooi in cadans. Hij is nou wel gelijker, maar hij moet sneller in het achterbeen. Nu is hij niet af en toe gelijk, linker, rechts, achter, dan blijft hij nog wel eens een keer wat achter. Dus nou is een 6 voor de passage. Boven weer een 7,5 voor de piaf, want hij zag er goed uit. Overgang een 6, passage 4 in dit geval, maar dat was het echt te sterk onregelmatig. Wat meer rechts, ietsje meer schouder voorhouden denk ik in die galop. Dat is ook wat terughoudend, dan moeten we eigenlijk wat te veel tegenhouden in die... In die galop. Nou wordt het iets gemakkelijker. Dus zo'n galop levert daardoor eigenlijk maar een 6 op, omdat het te weinig vrij is natuurlijk. 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2. Netjes. Mag iets vrijer er doorheen, maar wel een 7. Maar kijk, nu galoppeert hij iets meer voorwaarts en vrijer. Dat zou die eigenlijk in de changementen zou je dat moeten hebben. Maar, nu, hè, maar dan houdt hij hem eigenlijk iets te veel terug op in die serie. Ja, 7,5. 6,5 voor de wissel. Niet helemaal recht. Beetje haastig, beetje hectisch. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ja, netjes. Een 7, waarom geen 8? Omdat de indeling wat beter moet. Moet je wat verder door naar links toe.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Keurig. 7,5 zou ik zeggen. Voor een 8 moet het nog iets meer door de rug heen. Moet het iets gezetter, iets losser in die bovenlijn. Maar ja, 7,5 is ook niet verkeerd, denk ik. Iets aan de grote kant. 6,5. Wel mooi gesprongen, maar een beetje aan de grote kant. 7 voor de wissel. Is beter. Verliest een klein beetje sprong, maar hij vindt het wel beter op de plek. Geef hem 7. Wat meer recht houden. Niet zo over die schouder laten vallen in die overgang. 6,5 voor de overgang. Het is een beetje hectisch. Het is wat weinig ontspannen en losgelaten. Daardoor is het ook net niet helemaal gelijk. Ik ga naar een 6 toe voor de uitgestrekte eraf in dit geval. Omdat het dus niet helemaal gelijk is in het afzetten van het achterbeen. Komt door de spanning. Ik heb er over, dus een 6 had ik ervoor, dacht ik. Hè? Ja. Taktverlies een keer. Ook, het moet nog gezetter. Moet meer zelfdragend nog worden. 6,5 voor de passage. Pierveren kan die als de beste. Een 8. Van 8,5. Zoiets in die geest. Overgang. 7. Heel klein beetje slingerend. Nou is de passage wat beter. Nog een keer wat hectisch. De laatste passage kan ik nou maar een 7 kwijt. De letter was een beetje zoek. Maar we doorrijden natuurlijk om de gehoorzaamheid. Dat kan ik me wel voorstellen.